kijkers, wij zijn vandaag hier bij kindertehuis Johanna in Para. En ik heb naast mij staan mevrouw Sital. Ja. Die is ook een van de leden van de organisatie. En namens Tizana Foundation Nederlanders Suriname zijn we natuurlijk hier om een donatie te overhandigen. Die mede tot stand is gekomen door Dosati en Fans. Namelijk Dosati en Fans. Die zijn een fantastische groep, een organisatie die natuurlijk ook samenwerkt met Tizana Foundation om middelen te vergaren. Donaties natuurlijk. En wij hebben hier vandaag al deze spullen staan. Dat zijn namelijk rijst, een zak van 20 kilogram, 12 flessen liter olie, 5 pakken zout van 5 kilo, suiker 5 kilo, aardappelen 10 kilo, uien 10 kilo, knoflook 5 kilo, gele erwten 5 kilo, meel van 5 kilo, spaghetti 3 kilo, bruine bonen ook 12 blikken, tomatensardine 12 blikken, kippenbal 2 pakken kippenbal in totaal 10 kilo. We hebben 2 rekken eieren, dat zijn in totaal 60 stuks eieren. Toiletpapier 12 pakken, waspoeder van 10 kilogram, pine oil, chloor, pindakaas en jam. U weet natuurlijk, door de situatie van COVID is het niet mogelijk om het project Doneren Maaltijd te houden. Het is natuurlijk gevaarlijk om natuurlijk met zoveel mensen bij elkaar te zijn. En daardoor hebben wij getracht om toch iets voor het tehuis te betekenen door middel van een voedingsmiddelenpakket te overhandigen. En deze is tot stand gekomen nogmaals door Dosati en Fans. Wij willen Dosati en Fans natuurlijk bedanken, alle donateurs bedanken. En ik hoop dat kindertehuis Johanna de goederen goed kunnen gebruiken. Ook hebben wij overhandigd 2 dozen met speelgoed voor de kinderen, 2 dozen kleding en een doos schoeisel en tassen. Mevrouw Sital, wilt u ook iets zeggen aan onze donateurs? Ja, namens het kindertehuis en de directie van kinderhuis Johanna willen wij u van harte bedanken voor de donaties. De kinderen zullen echt gretig gebruik van maken en als u ziet zijn ze blij met wat u hebt gedaan. God zegen u en dank u dat u echt zo goed voor deze kinderen mag bieden. Dank u wel. Zijn jullie blij, kinderen? Ja! Yay.